Rogier, je begint denk ik uitstekend. Hè? Goede kans van Yanga. Daarna toch weer een persoonlijke fout. Hoe kijk je er tegenaan vanaf de bank? Ja, precies zoals jij het zegt eigenlijk. Ik denk dat we uitstekend begonnen. Ja. Goed aan de bal waren en een goede kans creëren. Daarna maken wij zelf de fouten waardoor NAC scoort. En we geven ook nog zelf een kans weg met een fout. Ja, en daarna kwamen we daar niet overheen. Ook de jongens die wat persoonlijke fouten maakten hadden daar wel last van. En zeker gaandeweg de tweede helft zag je het een beetje wegvloeien. Nou, we hebben nog gewisseld om er wat energie in te krijgen. Maar ja, dat kwam er niet meer in deze wedstrijd. Nee, en kun je vinger erop leggen waarom dat tegen Jong AZ bijvoorbeeld wel ging na een 2-0 achterstand? Nee, dat is moeilijk. Ja, dan krijg je ook de goal natuurlijk tegen Jong AZ. Maar ik vond ook dat we gewoon buiten dat ook heel slordig waren aan de bal. Hele moeilijke keuzes maakten. Heel veel balverlies hadden. Ja, dan kom je ook in een wedstrijd waarin je heel veel moet omschakelen. Heel veel ruimtes komen. Dus dat was gewoon niet goed genoeg. En dat is zonde dat je na de fouten eigenlijk jezelf niet kan herpakken. Ja, hoe frustrerend is dat voor jou? Want jij speelde een uitstekende wedstrijd. Ja, gewoon frustrerend wel. Net als ik denk voor de rest van het team. Je ziet in dit soort wedstrijden. Ik denk dat dit goed vergelijkbaar is met de play-off wedstrijden. En dat draait gewoon echt om de details. En als je ziet dat wij... wij gaan gewoon in de fout en zij straffen het af. Tot twee keer toe. En wij hebben zelf denk ik twee goede mogelijkheden gehad. En die zelf niet benut. En dat is denk ik gewoon het verschil. Ja, maar daarna heb je wel 70 minuten de tijd om er nog wat van te maken. En dat gebeurt dan niet. Nee, precies. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat ook een beetje mee te maken heeft. Kijk, stel, je maakt zelf dat eerste doelpunt. De hele grote kans, wat natuurlijk ook een goede redding is. Maar als je daar het verschil maakt door hem er wel in te schieten, dan kom je 1-0 voor. En dan is het toch makkelijker voetballen. En nu kom je op een gegeven moment met goed voetbal, denk ik, in één keer 2-0 achter staan. Ja, en dan kunnen zij ook iets meer achteroverleunen. En hoeven zij iets minder risico te nemen. Waardoor wij het gewoon heel lastig krijgen. Ik vond NAC Breda heel centraal spelen, heel compact. Ja. Vind je dan niet dat meer de zijkant gezocht moet worden? Ja, dat hebben we ook wel aangegeven. We hebben ook geroepen, volgens mij, constant gebruik de zijkanten. We kwamen ook wel een aantal keer aan de zijkant. Ja, de voorzetten waren van heel matig niveau. Ja. Je moet ook iets meer geduld hebben dan aan de bal. En dat hadden we niet, want dan waren we veel te snel kwijt. En ik denk uit goede wil om terug te komen, maar... het was niet goed genoeg. Ja. Jij redt nog uitstekend, hè? Vlak voor rust. Dan hoop je toch eigenlijk een beetje dat de peper erin komt. Hè? Mis je dat dan een beetje? Ja, ik heb... Ja, het lastige denk ik altijd is dat het van de kant soms misschien lijkt alsof we dan niet 100% geven. Ja. Maar ja, iedereen wil. Als je iedereen afgaat van jongens, willen jullie winnen? Dan zegt iedereen ja. Tuurlijk. Alleen het lijkt soms anders omdat je door twee mindere momenten eigenlijk 2-0 achterkomt. En daardoor krijg je gewoon een tik. En dit is gewoon... Ja, het heeft puur met het mentale te maken van hoe ga je om met een tik. En als we 1-0 voorgaan, dan kunnen we allemaal heel goed voetballen. Maar als je 1-0 achter staat, dan worden toch andere dingen gevraagd. En ik denk dat vandaag gewoon niet goed gelukt is om dat om te buigen. Nu is Barreto geschorst, hè, ja. Volgende week. Ga je dan iets aan het systeem veranderen? Omdat je zit niet zo ruim in je centrale verdediging. Nee, klopt. Ja, Rens komt wel weer terug. Hè, dus we gaan ook met hem aan het werk richting Go Ahead Eagles. Kijken of we daar hem minuten kunnen laten maken. En voor de rest moeten we even kijken wat we daarin gaan doen. Tweede helft hebben we ook 4-3 gespeeld. Ja. Omdat we wat sneller druk wilden krijgen. Dus we gaan even kijken hoe zich dat ontwikkelt te komen. Ja, want is dat 4-3-3 dan omdat je 2-0 achter stond? Zo zat ik er een beetje naar te kijken. Nou, ik vond ook dat we achterin hadden we eigenlijk één man over. Omdat zij zetten heel weinig druk. En wat jij zegt, ze speelden heel centraal. Ja. Nou, dan konden we Terry en Kas konden het ook prima zelf uitspelen. En heb je een extra man op het middenveld. Alleen wat ik al zeg, als je de bal heel snel inlevert, dan kun je van alles bedenken. Ja. Nu denken we al een paar weken dat NAC Breda de tegenstander wordt in de play-offs. Hè? Nu kan het ook ineens nog Almere worden. Met wat voor gevoel gaan jullie nu de laatste twee wedstrijden in? Ja, ik denk dat je gewoon moet proberen om een goed gevoel over te houden. Goede potten neerzetten en het liefst winnen. Dan, als je in die laatste wedstrijden gewoon een goed gevoel kan meenemen, dan doet dat denk ik al heel veel voor de play-offs wedstrijden. En uiteindelijk denk ik dat het verschil tussen NAC en Almere en ook Volendam, alle clubs eigenlijk, het is allemaal niet zo'n groot verschil. Alleen je ziet vandaag gewoon ook in de details worden wedstrijden beslist.